De Ignite is Dynese's nieuwste sporttouringjas bedoeld voor de urban riders die op zoek zijn naar een iets meer casual jas zonder enige veiligheid te verliezen. En in deze review gaan we bekijken wat deze jas alsnog allemaal te bieden heeft. De Ignite jas is gericht op sportrijders die iets meer casual willen rijden dan de Super Speed 3. En dat zie je direct terug in de urban stijl met afneembare capuchon en basic textiel design. Desalniettemin biedt hij een goed veiligheidsniveau omdat er naast de standaard beschermers in de schouders en ellebogen, hij ook is voorbereid voor rug- en borstbeschermer. Tegen een adviesprijs van ongeveer 200 euro zal de Ignite concurreren met de Revit Burn en de Revit Flair jassen. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. De Ignite is gemaakt van een materiaal met een hoge sterktegraad en waterafstotende vliesstof. Hierdoor is hij slijtvast maar niet zo beschermend als bijvoorbeeld andere textieljassen van Dainese die materiaal zoals Mugello gebruiken. De jas heeft ook enkele reflectoren en een reflecterende band om de capuchon op te rollen waardoor deze niet in de weg kan zitten tijdens het rijden. Hoewel de Ignite Textal Jas wat simpeler is qua uiterlijk, biedt hij je de nodige bescherming. De Jas zelf wordt geleverd met verwijderbare e en gecertificeerde Pro Armor beschermers in de schouders en ellebogen. En de Jas is ook voorbereid voor rug- en borstbeschermer, maar die moeten apart worden aangekocht. Om de jas te openen hebben we een standaard ritsluiting en als we de binnenzijde bekijken hebben we een vliesvoering die je warm houdt. Helaas zijn er geen binnenzakken aanwezig buiten die voor de extra beschermers. Maar een extra leuke functie is dat je de capuchon kan verwijderen met een rits en dat je deze om de kraag kan klikken. Voor comfort heeft Dyneema elastische manchetten en een verstelbare capuchon. De taille is ook verstelbaar en tenslotte heeft de jas twee opbergzakken langs de voorzijde. Als de Dainese Ignite tekstjas iets voor jou is, neem dan zeker een kijkje in onze webshop championhammets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie korting in de productbundels. En als je nog verder vragen of hulp bij je bestelling nodig hebt, dan zitten mijn collega's voor je klaar in onze live-chat. De Dainese Ignite is een urban jas die het goed doet qua stijl en bescherming. Hij is geschikt voor tijdens de koudere dagen en ook al is deze iets eenvoudiger, biedt je alles wat je verwacht van een motorjas. Laat ons weten in de comments wat jij van de Ignite vindt en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal waar je meer soortgelijke video's kan bekijken. Maar ook veel tests waar we als enigste in ons vak de feiten laten zien in plaats van allerlei nietszeggende meningen. Ik ben Johnny van Champion Helmets en tot de volgende keer.